Hoi, ik ben Henk de Jong en ik ben hier op studie bij het waterschap. In deze serie laat ik jou zien wat ik het mooi vind aan mijn waterschap. Kijk je mee? De vorige keer was ik bij de Hollandse IJsselkering. En ja, ieder bouwwerk heeft een bedenker. Deze man bedacht de Hollandse IJsselkering. Deze waarschuwde al voor 1953 dat de dijken slecht waren en wilde deltawerken laten bouwen. Had de watersnoodramp dus eigenlijk voorkomen kunnen worden, vraag je je misschien af? Daar weet ik geen antwoord op. Van Veen was een kritische ingenieur die zich bezighield met waterstroming en zandtransport langs de kust. Van Veen was de bedenker van de Europoort en de Eemshaven. Van Veen wilde de Waddenzee inpolderen en hij pleitte al in 1951 voor het sluiten van de kustlijn en de aanleg van zoetwatermeren. Na de waarschuwingen van Veen werd er in 1939 een stormvloedcommissie aangesteld. Het bijzondere aan het verhaal is dat een paar dagen voor de watersnoodramp er een rapport uitkwam om de dijk op te knappen. De ingenieurs waren dus eigenlijk te laat. Eigenlijk zouden we deze man de vader van de deltawerken kunnen noemen. Johan van Veen overleed in 1959 tijdens zijn vierde hartaanval. Vorig jaar september was ik bij de onthulling van dit standbeeld. Vond je dit een leuk filmpje? Doe dan even een duimpje omhoog. Ook kan je mij en het Nationale Jeugdwaterschap volgen op Instagram, zodat je up-to-date blijft van al het nieuws in de waterwereld. En vind je het nou ook leuk om mijn eigen waterschap te volgen? Ook dat kan. Tot ziens!